Zo, ik krijg al honger bij het idee. Het is vandaag Franse frietjesdag. Franse frietjesdag. Ja, wat is daar nou zo anders aan dan Hollandse frietjesdag? Of Hollandse friet, of oma's friet? Ja, er zit toch nogal wat verschil in. Laten we eens Franse frietjes gaan tekenen. Doe je mee? Ja, Franse frietjesdag. Tenminste, Franse frietjesdag. Nou, Franse frietjes, waar krijg je nou Franse frietjes? Ja, dat is bij dat, bij die keten met de M. Mogen we die noemen? Ja, in principe mogen we die gewoon noemen natuurlijk. Van de week hadden we al gefrituurde kip getekend. Hoe ziet zo'n bakje bij mijn nonnels uit? Zo volgens mij. Nou goed. Zo. Nou, hoe gaan we dan die Franse frietjes tekenen? Ja, het zijn eigenlijk gewoon rechte staafjes zo natuurlijk. Het zijn van die dunne frietjes. Je moet het ook niet te dik tekenen, dan zijn het geen Franse frietjes meer natuurlijk. Ik moet zeggen, ik vind het Franse frietjes vind ik ook wel op zijn tijd ook lekker hoor. Franse frietjes. Het zijn eigenlijk allemaal de rechte balkjes. Zo. En je ziet dat je moet eerst die voorste frietjes tekenen, want anders. En dan pas die erachter zitten, die frietjes. Anders lukt dat niet meer. Nou, dit is best wel een vol bakje zo. Nou, dan krijgen de meesten nog zo'n bakje bij met mayonaise. Zo, frietsaus erbij. Franse frietjes. Nou, ga zelf ook eens kijken wat je nog meer kan tekenen. Wat er nog bij kan bij die Franse frietjes. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.